We staan hier vanavond op de groene velden van de Aklo. We nemen hier een kijkje bij Lacrosse Groningen. We kijken bij zowel de mannelijke Gladiators als de vrouwelijke Galaxies. Wat zijn de benodigdheden voor Lacrosse? Nou, ten eerste heb je een stick nodig. Wat ook belangrijk is, zijn handschoenen en helm, zoals je wel kunt zien. Ook verder een borstprotectie, om de klap op te vangen. En voor de ellebogen ook. En natuurlijk het belangrijkste is de tok, die dragen we ook. Wat zijn de spelregels bij Lacrosse? Simpelweg gezegd moet je eigenlijk gewoon de meeste doelpunten krijgen. Dat doe je door het balletje in het doel te krijgen. Daarbij mag je zowel bodychecks als stickchecks uitdelen. Dus met je stick op iemands lichaam of stick of iemand wegduwen. En zo moet je eigenlijk de meeste doelpunten krijgen. Hoe sluiten mensen zich aan bij de vereniging? Nou, je mag 3 keer gratis meetrainen en daarna kun je lid worden. Moet je wel lid zijn ook van de Aklo. En dan kun je gewoon 2 keer in de week meetrainen. En hoeveel kost dit? De contributie is €35 per maand, of per jaar bedoel ik. En als je dan een competitie wil spelen, moet je er nog volgens mij €35 bij betalen per jaar. En is er veel animo voor de sport? Ja, behoorlijk. We zijn in 4 jaar tijd bijna verdubbeld eigenlijk. We hebben nu 2 herenteams en een volledig vrouwenteam. Dus het gaat zeker goed. Ja. En zijn er nog leuke activiteiten naast de training? Ja, we hebben een feestcommissie en we hebben elke eerste woensdag van de maand hebben we een borrel. En dat is altijd heel gezellig. En dan hebben we 1 keer in de zoveel tijd hebben we een feest met allemaal activiteiten erbij. Ik heb gehoord dat je meedoet aan de komende wereldkampioenschappen. Hoe ben je daarvoor geselecteerd? Afgelopen oktober was er een trainingsweekend, zogenaamde trials, georganiseerd. Waarin iedereen die lacrosse speelt in Nederland mee kan doen. Aan de hand daarvan waren ongeveer 30 uit mijn hoofd spelers geselecteerd. Die hebben een aantal weekenden getraind, die hebben een aantal oefenwedstrijden gespeeld. En afgelopen februari is er weer een weekend geweest. En daar is eigenlijk de definitieve selectie gekomen. En waar en wanneer zijn de wereldkampioenschappen? De wereldkampioenschappen zijn de laatste 2 weken van juli in Manchester, Engeland. En ben je al een beetje zenuwachtig? Het begint een beetje te komen. Afgelopen zaterdag hadden we onze eerste bijeenkomst met het Nederlands team. En dan zie je de coaches en alle jongens die meegaan. En dan begint het besef wel een beetje te groeien dat je voor Nederland gaat spelen op het wereldkampioenschap eigenlijk. Nou, heel veel succes. Ja, dankjewel. Hoi, zondag gaan we ook weer zijn de kerk in, hè? Kom op, we gaan ervoor. Zo'n Gladiators on 3, 1, 2, 3. Wij hebben vanavond een goede impressie gekregen van de sport Lacrosse. Lijkt het jou nou ook zo leuk? Kom dan eens langs hier bij de sportvelden 2 van de Aklo.